Goedemorgen iedereen, super dat we terugkijken naar deze Clutney vlog. Mijn naam is Loan en ik lag net met Nolan in bed. Even super moe. Ik ging normaal gezien al gaan lopen, maar dan vroeg de mama op Nolan dat ik om brood zou gaan. En ben ik om brood gaan, heb ik gegeten, ook even mijn eten laten rusten. Dus ik ben nog niet gaan lopen. Ik heb mijn loopkleren hier wel klaar liggen en dat ga ik nu gaan doen. Het laatste loopje van ongeveer een uur voor de marathon. Het is 10 minuutjes opwarmen, 50 minuutjes zone 3, 10 minuutjes cooldown. Dus dat ga ik nu doen. Maar eerst is tijd, ga ik even een koffie drinken om even terug energie te krijgen. Want ik merk echt dat ik moe ben en ik ben echt aan het uitstellen, echt aan het prutsen. Dus misschien moet ik er echt eens even werk van maken. Dus ik neem jullie mee als ik ga gaan lopen. Veel plezier. Like, up, sub even als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan even knallen. Laatste workout. Allee, niet de laatste workout, maar de laatste langere workout. Evren, wat hebben we gaan halen? Ja, ik weet niet. Jawel. Wat moesten we halen van mama bij de bakker? Twee. Brood. En? Eieren. En hebben we dat allemaal mee? Ja. En wat zit er in de zak? Twee brood. En eieren. En eieren. Goed. Is het deze? Wat is het? Sky. Sky. Everest. Everest. Mm-hmm. Ik heb net brood gehaald met Evren. We hebben brood gehaald, hè? Ja. En dan ga ik straks gaan lopen. Zoals dat niet regent, want ik vond dat het ging regenen. Dus ik ben blij dat dat alleszins niet doet. Mijn haar zit niet. Ik ben mijn pasta vergeten voor mijn haar. Dus ik ben even de wax. Nu ga ik even lekker van smullen. Lekker koffietje drinken. Gelukkig. Allee, gelukkig. Het is wel aan het regenen. Zie ik net. En ik heb trouwens mijn hokas mee. Ik heb het gevoel dat ik zowel gelijk nog wat moet inlopen. Maar op zich lopen we wel snel. Ik heb het gevoel wel dat ik redelijk snelle tempo's loop met die schoenen dus. En het zijn niet zo high speed of high efficiency shoes. Hé Simba. Ja? Ik heb ook regelmatig, zie ik zo TikToks passeren. Oh, sorry. Ik zie regelmatig zo TikToks passeren van mensen die zo gaan lopen met carbonen schoenen. Dan denk ik van, gast, doe dat niet. Hoe dom is dat? Natuurlijk mocht je gaan lopen met carbonen schoenen om dan een keer te testen of zo voor een intervalsessie of voor een wedstrijd. Tuurlijk, daarvoor dient dat voor wedstrijden. Maar waarom doe je dat aan voor een training? Gelijk in mijn video bij Runners Lab had hij ook gezegd, je hebt spiertjes in uw voet. Of nee, dat was niet eens bij Runners Lab. Dat was in de podcast van de Norwegian Method. Je hebt dus spiertjes in je voet, aan de onderkant van je voet. Als dat je voet is, hier aan de onderkant heb je kleine spiertjes. En die carbonschoenen, die zorgen ervoor dat je efficiënter loopt. Dus dat je minder kracht op die spiertjes of zoiets moet zetten. Of dat die minder soort van aangesproken worden. Het is niet dat die schoenen je sneller laten lopen. En door die schoenen kun je gewoon makkelijker sneller lopen. Daarom noemt hij dat dan ook, die Olaf, of hoe heet hij, noemt dat ook gewoon high efficiency shoes in plaats van super shoes, omdat dat gewoon ervoor zorgt dat je efficiënter loopt. Maar die spiertjes in je voet worden niet aangesproken. En net zoals alles in je lichaam moet je spiertjes trainen. En als je met gewone schoenen gaat lopen, train je die dingen. En daardoor gaat je minder last of snel last hebben van vermoeidheid in je voet, van blessures aan de onderkant van je voet, van pijnlijke voeten. Als je loopt met niet high efficiency shoes, met gewone schoenen, met gewone zolen. Maar als je loopt met schoenen met alleen een carbonen zool, dan gaat je niet die spieren aanspreken. Gaat ervoor zorgen als je alleen maar daarin loopt dat je voeten rapper vermoeid gaan zijn. Dat je op een bepaald moment niet meer dat helemaal effect gaat krijgen van de schoen eigenlijk. En ook veel mensen die gebruiken die schoenen en die lopen niet sneller dan 5 minuten per kilometer. Dus dat is ook zo raar, want die schoenen werken maar vanaf die snelheid. En misschien zelfs soms sneller, misschien zelfs 4 minuten per kilometer. Dus dat is niet zo intelligent. Allee, dat wordt niet zo echt aangeraden. En ook, het is super duur, want die schoenen kosten gelijk €300 met een carbonen plaat en €250-300. En je kunt er met 200 kilometer mee. Dus een euro per kilometer, dat is echt geen goede prijs voor een schoen. De enige reden waarom dat je dat zou aandoen is voor lastige workoutsintervallen of voor wedstrijden. Voor de rest zou ik dat nooit aanraden. En Zimba, jij vindt dat ook, hè? Geen carbonen schoenen, hè? Oh, is zo lief. Goed, koffietje drinken en dan even een uur en 10 minuten gaan lopen. Ik zit de laatste tijd in een flow van veel te lopen. Dus ik wil niet mijn trainingen niet doen. Dus van uitstel komt geen afstel. Veel uitgesteld, maar nu eindelijk om iets na 4 eindelijk buiten geraakt om te gaan lopen. 10 minuutjes opwarming, 50 minuutjes zone 3.
en dan 10 minuutjes cool down. Ah, trouwens, ik heb onlangs een vraag gekregen in de comments van Josephine of dat ik eerst mijn What I Eat in a Day zou filmen. Ik heb dat idee echt al een maand lang, een week opgeschoven. Dus misschien moet ik het eens binnenkort filmen. Het is wel gewoon weer aan het regenen. Welkom in België, het land waar het altijd regent. Allee, nog 3 secondjes. En nu 50 minuten zone 3. Voor de eerste keer iets meer tempo in de Hoka's. Ik voel me best wel decent. Ik loop hier bijna 5 minuten per kilometer. Met mijn rustige schoenen aan hartslag 160, 162 dus. Dat is letterlijk exact wat ik wil hitten op de marathon. En ik heb ook het gevoel dat ik dit echt oprecht lang kan volhouden als ik wat frisser ben. Dus goed teken. Zelfs met de gewone schoenen. Ik dacht trouwens ook van, onlangs heb ik dat sportvoeder gemaakt, dus ik kan perfect dan afmeten met die lepeltjes soort van. Maar dat is helemaal niet waar, want voor hetzelfde volume zit er minder massa in. In die pot. Er zit daar volgens mij helemaal geen kilo 400 in. Dus dat wil zeggen dat in die kleine dingetjes ook geen 35 gram poeder zit. Dus, ik ga dat keer moeten afmeten. Dat ik toch sowieso genoeg kracht heb en mij niet misreken. Let's go! Zone 3 gedaan. En nu rustig naar huis lopen, recovery. Ik voelde me echt, ik had het gevoel dat ik gewoon kon blijven doorgaan. Dus super nice om dat te voelen. Momenteel luister ik Popmix. Dat is zo'n afspeellijst dat Spotify zelf samenstelt met zo allemaal popliedjes. En nu gewoon rustig richting huis lopen en iets eten, want ik heb al een hongertje. Nice, ik ben echt blij hoe dat is gegaan. Ik denk oprecht, als ik gewoon fris wakker word en gewoon niet echt moe ben, want ik merk wel dat ik redelijk moe ben, ik denk oprecht dat ik dat super lang kan volhouden, dat tempo. Dus dat is echt nice. Mijn drinken is wel op. En ik had eigenlijk gerekend op dat ik mijn sportpoeder ging meedoen, maar typisch Loran weer, ik ben dat vergeten. Goede training gehad, het ging echt beter dan ik had gedacht. Goede tempos gelopen, dus als ik nu kan uitrusten en die tempos kan lopen voor de marathon, wat ik wel verwacht, zoals ik zei, dan gaat dat goed worden. Er was ook nog iets wat ik wou zeggen. Er hebben mensen mij al gevraagd wat ik na de marathon ga doen. Die plannen komen eraan. Na de marathon neem ik sowieso een weekje rust. Qua trainingen. Misschien een keer heel rustig gaan zwemmen of fietsen of zo, maar sowieso niet lopen, want ik wil geen blessures voor de rest van het seizoen eigenlijk. Het is nog maar maart en het triathlonseizoen begint eigenlijk nog maar, dus vandaar dat ik nu wat gefocust heb op lopen. Maar ik ben eigenlijk triatleet. Voor de mensen die net nieuw zijn gekomen, ik heb dus vorig jaar een half Ironman gedaan. Dit jaar doe ik weer sowieso zo'n afstand in Almere, in Nederland. Challenge Almere. Maar om zeker te zijn van dat ik geen blessures krijg, neem ik sowieso een weekje rust. En daarna begin ik gewoon rustig weer op te bouwen met lopen. Ga ik weer in een bullet phase gewoon weer rustige duurtrainingen gaan doen. Maar ik heb wel een paar dingen die ik sowieso wil verbeteren. Ik heb gemerkt dat ik nu redelijk consistent aan het trainen ben. En dat ik merk dat ik wel veel progressie maak. En ik hoop dat gewoon een keer uit te breiden naar alle drie de disciplines, dus zowel voor het fietsen als het lopen, dat ik een keer consistent een jaar gewoon loop, dat ik een keer zie hoe ver kom ik daarin, dat ik een keer consistent ga fietsen en zwemmen. En ik hoop dat gewoon rustig aan te beginnen incorporeren in mijn leven terug een beetje. En als het wat beter weer is, gaat dat natuurlijk ook makkelijker zijn. Het is nu ook sowieso al langer klaar, dus de trainingen gaan sowieso makkelijker gaan in het algemeen. Maar ik hoop uiteindelijk gewoon voor dit jaar wil ik gewoon mij als doel zetten. Ik wil sneller worden. Ik heb de afgelopen 2 jaar triathlon gedaan. En ik merk dat ik wel op goede dagen goede wedstrijden kan doen. Maar dat ik wel een beetje op hetzelfde niveau blijf hangen. En nu, dit jaar wil ik sowieso een keer focussen op snelheid. En een keer zorgen dat ik echt goede tijden kan lopen. Ik wil sowieso een keer in een triathlonwedstrijd onder de 20 minuten voor de 5K halen. En ik wil een keer meegaan met, of toch dichterbij, een eerste groep zitten na het zwemmen. Of tenminste bij een fietsgroep zitten van mijn niveau, bij een Olympische afstand of een sprintafstand. Een keer niet te ver van achter uit het water komen, dat ik een keer goed kan afzien op de fiets en dat ik daarna nog gewoon een decent tijd kan lopen. Dus dat wil ik op focussen dit jaar en ik hoop dat dat dan gaat lukken. Tuurlijk, ik ga niet top zijn, dat verwacht ik ook niet van mezelf, maar gewoon een keer dat ik sneller kan zijn en dat ik merk dat ik door consistente trainen toch wel improvements kan maken en dat ik uiteindelijk dan op Challenge Almere, daar wil ik echt wel als hoofddoel. Die Ironman is gewoon voor mij
uit doen als ik een Ironman ga doen dit jaar, als dat financieel haalbaar is. Maar Challenge Almere doe ik dus sowieso en daar wil ik wel echt gewoon op mijn best zijn en op mijn beste niveau aller tijden. Dus ik denk dat dat zeker mogelijk is als ik gewoon een goede zomer draai en een goede lente. Dan denk ik dat dat zeker moet lukken. Ik heb jaren gefietst, dus die conditie komt er sowieso bij. Ik ben nu consistent aan het lopen, dus daar heb ik geen schrik voor. Ik ga gewoon ook wat focussen op zwemtrainingen en zo doen, techniektrainingen. Want ik denk dat ik als ik elke week een paar techniektrainingen doe, dat je daar toch een pak efficiënter in kan worden. En zelfs met gewoon focus op techniek een pak sneller kan worden. En ik hoop dat dat gaat lukken. Dus dat zijn een beetje mijn doelen sowieso. Maar qua wedstrijden, ik neem dus een weekje rust na de marathon. En dan ga ik wel nog wat wedstrijden plannen. Ik heb sowieso al, ik denk 4 wedstrijden, of misschien zelfs 5 wedstrijden, waarvan ik zeker ben dat ik aan de start ga staan, die ik in mijn hoofd heb. Maar daar ga ik jullie sowieso nog van op de hoogte houden. Sowieso op mijn Instagram ook. Dus als je mijn Instagram nog niet volgt, link in de beschrijving. En vanavond is trouwens De Mol, de eerste aflevering. Of ja, niet per se de aflevering, maar zo Café De Mol. En dan gaan ze de deelnemers keren overlopen. En wij kijken altijd De Mol, dus dat is wel leuk. Nu even lekker eten en dan waarschijnlijk vanavond De Mol kijken met Owen. En ik moet even nog de vlog ook afzien te krijgen. Dat ga ik nu even fixen. Dus sorry dat hij wat later is. Ik focus even op mijn trainingen en vanmorgen heb ik echt veel uitgesteld. Sorry. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik ben bij Nolwen vertrokken. Nu ga ik naar huis gaan. Ik moet de vlog nog editen en uploaden voor vandaag. Het spijt me dat hij een beetje te laat is. Ik heb wel getreuzeld. Vandaag de eerste aflevering van De Mol. Zien we wel leuke kandidaten uit een leuke groep. Ik heb echt nog geen flauw idee wat het is met dubbelspel, met het getal 2. Maar een leuke aflevering. Ik heb ook trouwens vandaag een TikTok geüpload. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik heb een TikTok geüpload waarin ik zeg dat carbonen schoenen niet aangeraden worden om te gaan hardlopen. Gewoon easy runs. En mensen voelen hun echt aangevallen. Eén iemand in de comments zei zelfs: ik loop wel waarmee ik wil. Ik zeg het, mij maakt het niet uit. Hè. Ik verplicht je nu niet met welke schoen te lopen. Ik geef je gewoon de facts waarom dat geen goed idee is. En dan zei er nog iemand: wie gebruikt er nu minuut per kilometer? Gebruik gewoon kilometer per uur. En dan dacht ik echt van, dat toont letterlijk aan hoeveel of hoe weinig verstand je hebt van te gaan hardlopen. Want iedereen die gaat hardlopen, loopt een minuut per kilometer. Voor de mensen die zich eigenlijk afvragen waarom dat zo is. Bij hardlopen maakt het echt uit of je 12,6 km per uur loopt of 12,5 km per uur. Dat kan echt een gigantisch verschil hebben in de tempo's dat verschillende mensen lopen en de uiteindelijke eindtijden van wedstrijden of van gewoon trainingen en zo. En van gewoon algemeen uren, die 0,1 km per uur, dat lijkt misschien niet zo'n verschil. Voor fietsen maakt dat niet zoveel uit, maar bij het lopen, 5 seconden per kilometer is al een groot verschil. En als je dat in kilometer per uur wilt uitdrukken, zijn die comma-getallen gewoon veel te lang en lijkt dat verschil gewoon veel te klein. Dus vandaar dat iedereen een minuut per kilometer loopt, zodat je iets beter weet welke snelheden wat betekenen eigenlijk. Dat een beetje een betere representatie is van hoe snel dat je effectief bent gaan lopen. Maar goed, ik ga nu richting huis vertrekken. Het is nu ondertussen al 9 uur, dus ik ga mij haasten. En dan over een half uurtje kan ik zorgen dat de vlog in orde staat. Oh my god, ik heb eindelijk de vlog kunnen uploaden. Wacht, ik kan het misschien wel even tonen. Deze vlog, vlog 419, de vlog van uw eigen sporttak maken, die is nu geüpload. En ondertussen is mijn TikTok een klein beetje, ik ga niet zeggen viral, maar het begint wat views te pakken. Veel mensen die het interessant vonden, die mij zijn beginnen volgen, die de video hebben opgeslaan. Dus dat is super nice om te zien dat veel mensen er iets aan hebben gehad. Ook iemand die in de comments had gezet van dat hij daar een onderzoek had naar gedaan. Naar waarom dat carbonen schoenen eigenlijk niet zo goed zijn voor gewoon rustige loopjes. En hij zei dat ik blijkbaar de juiste punt had aangehaald. Dat is ook hetgene wat ik had gehoord in andere podcasts en zo. En gewoon talks. En andere dingen, dus blij dat ik toch iets van value heb gegeven. En er waren ook tuurlijk haatcomments, want er zijn altijd mensen. Ik vind het grappig, want de mensen die dan reageren, allee, je weet al sowieso van zwijg of ik bepaal zelf al waarin ik loop, zo van die comments. Daar weet je gewoon van, dat zijn mensen die hun easy runs doen in schoenen met carbonen zool, die hun aangevallen voelen. Maar er waren ook een paar mensen die hadden gezegd van, ik heb nu carbonen schoenen, dus beter dat ik dan andere schoenen koop. En ik had zoiets van, ja, als je daar het geld aan wilt geven, inderdaad. Maar als je daar geen geld voor hebt, dan moet je dat niet per se doen. Alhoewel, zou ik dat wel gewoon aanraden, want anders, na 200 kilometer, moet je die schoenen toch al, ik kan die toch al niet meer gebruiken voor het tool waarvoor ze gedesigned zijn. Dus voilà, dat vond ik wel funny. Ik vind dat zo raar eigenlijk. Je steekt dan zoveel uur in zo'n video voor YouTube. Zoveel editwerk en die krijgt dan zo 800 views. En dan gewoon 2 minuten voordat je gaat gaan lopen, neem je even zo'n video op. Vlug, je zet dat op TikTok en dan krijgt dat 30.000 views. Morgen ga ik een video opnemen die Josephine dus had aangevraagd. Ga ik de video opnemen van What I Eat in a Day. Dus dat wordt ook nog leuk. En dan nog een paar andere ideeën. Dus ik zie jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.